En dit is de wedstrijd van de juniors met heel verrassend Corné van Kessel, de Nederlander, die alleen naar boven kan fietsen. Maar de andere Nederlanders, Eysing en die kleine Van der Haar daar in tweede positie, die zijn goed mee. Ze gaan wel even tegen de grond, maar het maakt allemaal niet uit. Ze zijn al heel het seizoen de beste. Eysing, die grote Nederlander in de kampioenentrui, die komt aansluiten bij Van Kessel. Van der Haar met Bosmans in zijn wiel, die moet achtervolgen. En uiteindelijk zijn het de drie tenoren, Van der Haar, Eysing en Wietse Bosmans, die de wedstrijd kleuren. Ook de top drie in het klassement van de Super Prestige. In de laatste ronde gaat Eysing in de aanval in de laatste beklimming van de Regimentsberg, de Kosterstraat. Van der Haar die plooit en Eysing is weg. Ze gaan hem niet meer terugzien. En Eysing die wint deze wedstrijd voor Van der Haar en Wietse Bosmans. Dus de bij de juniores in Diegem. Hier Wietse Bosmans, nummer 3. In het klassement leidt Eysing nu met 1 puntje voorsprong op Van der Haar en 6 op Bosmans, de eerste landgenoot dus. Bij de nieuwelingen, voor alle volledigheid, kregen we een zege van Danny van Poppel voor de Vlaamse broers Laurens en Dieter Sweek. Dan gaan we eens naar de belofte kijken, want ook daar is het spannend. Walsleben heeft 54 punten, Van Kompenolle 52. En kijk naar de start, daar loopt het al fout. Links, valpartij. Het is daar Gianni De Nolf en de Slovaak Gavenda die de belangrijkste slachtoffers zijn. Hun wedstrijd zit er meteen op. Gianni De Nolf die blijft behoorlijk lang liggen, maar kan dan toch recht, maar hij kan het vergeten. Voor Gavenda, de Slovaakse kampioen van Fidea, zag het er erger uit, maar ook hij kon uiteindelijk toch opstaan. Uiteraard is hij niet meer van start gegaan. Arnaud Geoffroy, de Franse wereldkampioen bij de juniors vorig jaar, verrassend gaat hij in de aanval. En het zijn de Palmansen, Walsleben en Arnouds die moeten achtervolgen. Geoffroy wordt gegrepen door dat achtervolgingswerk. En kijk dan hier, ze rijden naar boven. Echt moeilijk stukje hoor. Het eerste jaar dat we hier renners naar boven zien rijden. De Duitse kampioen Marcel Meisen heeft het daar wel iets moeilijker. En gaat dan nog eens op de knieën Marcel Meisen. We krijgen een zevental op kop. Met achteraan laatste positie Vincent Bastaans. Die heeft al in die eerste ronde ijskoude handen. En dat zal hem nog zuur opbreken in de wedstrijd. Vincent Bastaans. Ook Walsleben heeft koude handen, zwaait met armen. Heeft daar bijna Geoffroy mee tegen de grond gekletst, maar niks gebeurt. Nog eens terug die helling en kijk, Mitchell Huenders, de Nederlander, fietst naar boven. En dat rendeert ook. De anderen staan te voet en Huenders neemt een voorsprong. Het is Van Kompenolle nu, de nummer 2 in de tussenstand van de Super Prestige. Die moet achtervolgen. 7 leiders worden er 9. En zelfs 10, want nummer 14, Jan de Nieuwelaar, komt aansluiten. En dat is een renner waar we nog van gaan horen hoor. Vorig jaar nog motocrosser. Dit jaar beginnen crossen. Heeft zelfs al 1 wedstrijd gewonnen in de B-categorie. Groot talent, die Jan de Nieuwelaar. Walsleben maakt de wedstrijd harder. Met 10 man, dat is te veel, zegt hij. Zo kan ik nooit winnen. Dus Walsleben valt aan. Geoffroy gaat vlot mee. Eerste keer dit seizoen dat we die jonge Arnaud Geoffroy zo goed zien rijden. Hier op die beklimming. Technisch probleem hier voor Vincent Bastaans. Ja, heeft daar een schakelfout gemaakt. En kan het vergeten. Is razend kwaad. Gooit zijn fiets daar weg. Misschien zelf wel een schakelfout gemaakt. Die verkleumde handen misschien ook wel. Hij vergeet het dus. Hier Geoffroy in de zandbak. Vrij moeilijk. Bastaans zal toch nog 11e eindigen. De kopgroep dunt verder uit. Dat zien we hier. Huenders, Walsleben, Geoffroy, Van Kompenolle en Bertolet, de jonge Waal van Fidea, zit er ook nog bij. We zijn in die laatste ronde. Huenders probeert ze daar allemaal los te rijden, maar zo makkelijk gaat dat niet. Met 3 nog zijn we met Geoffroy. Walsleben die in die laatste bocht probeert voorbij Huenders en Geoffroy te gaan. En dat lukt hem in extremis nog ook. En kijk eens wat een demarrage al lopend. Philippe Walsleben daar nog realiseert. Geoffroy en Huenders zijn geklopt. En Walsleben gaat deze wedstrijd hier in Diegem winnen. Zijn 4e overwinning al in een superprestige wedstrijd dit seizoen. Het is zijn nummer 14 van het jaar. Wat een talent, Philippe Walsleben. Geoffroy wordt 2e. En Huenders, 3e. Van Kompenolle, 4e. Even opletten, ze zijn weg. Erwin Vervec was bijna te vroeg weg. En een prima start daar van iedereen. Met Thijs Al en Sven Nys. Thijs Al vooral die als eerste over de aankomstlijn komt nu. Een goede lange aanloopstrook hier, zoals het hoort eigenlijk.
Thijs Al nog altijd. En Lasbon, die komt op gelijke hoogte stilaan met Al. De twee Nederlanders die gaan strijden om als eerste die bocht naar links te nemen. En ze hebben die genomen. Al als eerste voor van Tornhout. Dan zien we Boom, ook Stibar zit daar goed. Met Bina, met Nijs, met Sven van Tornhout, Arnouts en Bart Welles. Dat is de top 8 op dit ogenblik. Thijs Al aan de leiding, de winnaar van de cross in Zolder 2 dagen geleden. En merk op, het gemeentelijk sportpark hier goed verlicht. Geen probleem voor de renners. Het is een heel feeriek spektakel hier. De toeschouwers, zij gaan ervan genieten en wij ook. Ik ben ervan overtuigd dat we een prachtig uur tegemoet gaan. Bij de beloften, bij de juniors, hebben we ook spannende wedstrijden gezien. En dat gaan we hier krijgen. We gaan zo meteen de eerste ronde, die leggen we eigenlijk maar voor een kwart af. We gaan over zo'n half minuutje al over de aankomstlijn rijden. En dan beginnen we pas echt aan die allereerste ronde. Dan drukken we onze chrono in en kunnen we bepalen hoe lang de renners over 1 ronde doen en hoeveel ronden we hier gaan afrijden. Hier even de trappen nog op aan het monument, aan de aankomst. Geen probleem voor alle renners. En dan draaien ze zo meteen naar rechts richting aankomstlijn. Een groot pak hier. We zijn met 49 renners gestart. En dit is Thijs Al, de man van de afgelopen weken. Schelde cross gewonnen, Zolder gewonnen, wereldbeker. En hij komt hier nu over de aankomst met een heel langgerekt peloton in zijn wiel. We kijken even of er grote namen de start gemist hebben. Voorlopig is dat niet het geval. François is zelfs goed gestart, zie ik. Echt een groot pak. Nee, geen grote namen achteraan. Iedereen werkelijk goed mee. En deze man heeft vleugels, hè, natuurlijk, hè, zoals gezegd. En heeft de laatste week 2 grote crossen gewonnen. En direct een kloosje van 1 meter of 20. En Lars Boom zal waarschijnlijk ook nu even laten begaan. Omdat het toch een landgenoot is, zeker. Hè. Maar hij heeft vleugels. Hij is echt sterk. Hè. Hij vindt hier alles in zijn parcours naar zijn hart, Thijs Al. Heeft al bewezen dat hij op snelle omlopen goed uit de voeten kan. Nu, kijk eens wat een voorsprong hij al heeft. Dat is 50 tot 100 meter voorsprong voor Thijs Al. Op zo'n omloop blijft dikwijls alles langzamer. Maar wanneer iemand weg is, dan kijken de achtervolgers wel eens naar elkaar. En dan kan een koploper vrij vroeg gaan vliegen zijn. Ja, het is een hele snelle omloop, zoals we al gezegd hadden. Heel moeilijk om een gatje te maken, maar ook heel moeilijk om een gat dicht te rijden natuurlijk. En al dat je cadeau geeft aan deze man, die Zolder kan winnen. Ja, ik hoop van niet dat hem al weg is, maar het zal toch even afwachten zijn. Zeg. Ja, het is Lars Boom die daar achtervolging moet gaan leiden. Hij heeft al een cadeautje gegeven in Zolder. Hij kan dat natuurlijk niet elke cross gaan blijven doen. En ik kan me niet inbeelden dat alle anderen zich daar zomaar bij gaan neerleggen. Hè. En kijk hier, de grote meute Groenendaal hier in het groen. Heeft ook nog herinneringen aan deze wedstrijd. Weet u nog, 2001. Op deze plaats trouwens, het was op de Regimentsberg, dat hij toen iemand een pak slaag gaf midden in de wedstrijd. Werd toen ook geschorst. Inmiddels 7 jaar geleden, maar het blijft historisch. Zometeen draaien ze links de Kosterstraat op. Behoorlijke beklimming op asfalt, maar hier valt vaak een beslissing. En Thijs Al die is daar volop al bezig aan deze beklimming. De beelden bedriegen misschien, maar geloof ons, het klimt hier behoorlijk hoor. Ja, dus ook zo, het parcours ligt nu iets minder glad of minder zwaar dan aan de andere. Want zwaar is natuurlijk relatief in degen. Maar die mannen kunnen al gewoon dan een en tand groter mogen. Als het parcours voor de rest iets lichtlopender ligt, ja, dan moet je nog niet denken dat dat zo gemakkelijk is. Gewoon een en tand bij, een blok omhoog en proberen een kloofje te maken. Hè. En toch gaan we zien dat die renners fouten gaan maken. Hè? Natuurlijk gaan de renners fouten maken. Vooral het feit, trein in het licht is nog altijd niet hetzelfde als in het donker. Dus dat blijft nog altijd een verschil, ondanks al het licht dat ze hier gemaakt hebben. Maar vooral, het heeft van de middag een beetje, de zon heeft een beetje gescheiden. Het gras, zoals we ook gevoeld hebben, is een klein beetje onttooid. Het is een beetje glad geworden ook. Nu krijgen we donker, terug vriezen, kou. Natuurlijk, dat glad, of de gazon, die gaat terug beginnen aanvriezen. Daar gaat een laagje opkomen van ijs. Hij rijdt mooi naar boven hier, Thijs Al. Kijken wat de achtervolgers gaan doen. Sven Nijs goed naar boven, Welles ook. En de anderen die stappen af. Welles moet daar een klein ommetje maken. En de rest staat te voet. 3 renners zijn hier naar boven kunnen rijden. Maar geloof ons, dit is het eerste jaar. En we komen hier al verschrikkelijk lang. Laat ons zeggen van begin jaren 90 dat we hier elk jaar in Diegem aanwezig zijn. Ik heb ze hier nog nooit naar boven weten rijden. Ja, het is ook anders altijd slijk natuurlijk. Hè. Wat ook heel moeilijk is, heb ik gezien. Heb ik ook gehoord van verschillende renners welke tube ga ik rijden. Kan ik mijn topjes onder mijn voeten rijden of niet onder mijn schoenen? Ga ik mijn spikes eraf doen? Vooral
Ja, vooral de helling die we nu net gezien hadden. Dus die is nogal link met spikes. Hè. Ja, en je hebt gezien het belang van die helling. Hè. Nijs en Willis konden daar naar boven rijden. En daardoor zijn ze weggereden van de rest. Nu even opletten in de zandbak. Bij de jeugdcategorieën niemand die erdoor geraakt. Wij kunnen moeilijk inbeelden dat de profs het ook gaan kunnen. Het is werkelijk verschrikkelijk slecht zand. Willis die heel vroeg afstaft. En Boom die weggevallen is. Ja, Boom in de 7e, 8e positie daar. Ja, het is een moeilijke zandbak. Ik was ook een beetje verrast dat het zand niet aangevrozen was eigenlijk. Dat het niet hard lag, want ik dacht dat gaat gewoon benhard zijn, maar het is dus niet. Hè. Ja, opvallend daar in het spoor van Lars Boom in de zwarte trui zagen we daar Jonathan Page. U weet het misschien, Jonathan Page heeft problemen. Hij is vergeten naar de dopingcontrole te gaan na de wereldbekerwedstrijd in Kokzijde. En er hangt hem nu een schorsing van, u weet, 2 jaar boven het hoofd. En we geloven Jonathan Page dat hij recht... niks mee dat het echt zeker en vast niet bewust is. Daar komt hij, wiept hij over de balkjes nu, Jonathan Page. Zijn echtgenoot Corey heeft een emotionele brief geschreven op de website van Page. Uitgelegd dat haar man zwaar gevallen is. En dat was ook zo. Hij heeft daar zijn fiets in 2 stukken gebroken. Dat hij er echt niks aan kon doen. Was op zoek naar een dokter en zo meer en zo meer. Nu, ik denk dat de Amerikaanse wielerfederatie niets anders kan doen dan Page schorsen. Maar het is jammer, want we geloven wel in zijn goede trouw. Hier nog eens die helling. Nijs goed naar boven. Wel eens iets minder, maar toch ook op de fiets kunnen blijven. En dat loont, dat hebben we gezien. Nou, het zal ook maar voor enkele zijn. Hè. Zoals we zien, als we met een groepje bij elkaar zijn, dan weet ook iedereen dat alleen een eerste of een tweede gaat omhoog kunnen fietsen. En dan is het kwestie, zoals we gezien hebben met Van Toornhout en Van Toornhout, om onmiddellijk af te stappen en dan toch proberen die achterstand zo klein mogelijk te houden. En kijk eens, Sven Nys, met een glimlach. Ik heb hem te pakken, zegt hij. Ik heb hem te pakken. Het is nu afdaling terug richting einde van de eerste ronde. Wel eens niet veraf, maar hij moet die twee terugpakken. Als het kan, nog op het asfalt aan de aankomststrook voor het ingaan van de tweede ronde. Maar ik denk ook dat het van Thijs al toch ook slim bekeken is om nog niet echt voluit te gaan om proberen die ganse wedstrijd alleen voorop te rijden. Ten tweede, hij weet ook wie dat er op komst is, dat hij niet met koekenbakkers aan de start staat. En het is nog heel lang om op dit snelparcours alleen aan de leiding te fietsen. Hè. Dat is een beetje onmogelijk, denk ik. Ja, iemand die dat in theorie wel kan is Niels Albert, die er dus niet bij is hier. Stibar, omloop naar zijn hart hier natuurlijk. Ook vooraan Radomír Šimunek, de Tsjechen die een onderlinge strijd aan het uitvechten zijn. Ja, het is ook zo, de kampioenschappen komen ook stilletjes dichtbij. Hè? En Stibar is ook helemaal terug in vorm gekomen. Šimunek is een betere. En volgende week zijn de kampioenschappen. Allee, binnen 2 weken zijn de kampioenschappen en het gaat dus in één gaan. Hè? Ja, ook Martin Bina hangt nog in dit groepje. We zien hem daar, hij komt nu in beeld. Die man in het rood, helemaal achteraan, is Martin Bina. Dus al Nijs, wel eens Van Toornhout, Van Toornhout, Šimunek, Pauwels, Stibar en Bina. Dat is de top 8. En dan komt hier een groepje met Dieter Van Toornhout, De Knecht, Lars Boom, Bart Arnuis, Jonathan Page, Van Amerongen, Slamalik en Erwin Vervekke. Dan Van Giels, Groenendaal, Wesley van der Linden ook nog, Huilen, Verstraten, Tom van den Bos, Ben Berde en Rob Peters. Zo komen ze aan de streep voorbij. En wat we ook al gezien hebben, die handjes schudden. Hè. Ik denk dat dat de grootste concurrent nog gaat zijn vandaag, de Kalwe. Dus die voeten, die handen kunnen blijven schakelen. Het zal een probleem worden hè, voor iedereen. Sven Nys aan de leiding. Hij kent dit parcours hier door en door. Dit is de wedstrijd in zijn gauw. We hebben hier natuurlijk ook nog Tervuren dit jaar. We hebben ook nog Baal in zijn eigen Baal op 1 januari. Maar Hofstade is weggevallen, vervangen door Zolder. En het scheelt hem een pak toeschouwers hoor. Er zijn natuurlijk heel veel mensen naar Zolder afgezakt. Maar veel Vlaams-Brabanders die anders naar Hofstade kwamen. Wel, ze zijn hier in Diegen vandaag. Hier zijn 10.000 mensen. Dat is overdreven, maar hier zijn 10.000 tot 15.000 mensen alweer aanwezig vandaag. Indrukwekkend. Van Toornhout met De Knecht en Boom. Ze zijn al aan het jagen om te proberen vooraan aansluiting te vinden. Hier is hij, Dieter van Toornhout met De Knecht, met Boom, Arnouds, Page, Van Amerongen en Vervekke. En een valpartij. Valpartij hier van Bart Arnouds. Ongelukkig ten val gekomen. Ja, ik zag Page vallen en ik denk dat dat moet gebeurd zijn omdat Bart al tegen de grond lag of zoiets.
We konden het maar net in beeld zien. Hè. Misschien dat we een herhaling kunnen krijgen. Ongetwijfeld, maar wat een pech voor Jonathan Page. Hij heeft al zoveel en hier zien we het nog eens. Page in het wiel van Arnouts. En Arnouts rijdt hier ergens tegen een toeschouwer. Ja. Ja. Arnouts rijdt de paals van een toeschouwer en Page kan niet meer ontwijken. Hè. En dat is beton. Hè. Dat is keihard en grond nu. Hè. Het is zo snel gebeurd. Het is doodjammer voor Page dan vooral. Voor Arnouts natuurlijk ook. En we zijn Vlamingen. We zijn dan nog in theorie eerder supporter voor Arnouts, laat ons zeggen. Maar we leven mee met Jonathan Page. En Stibar die er nu van profiteert om er vandoor te gaan. Zdeněk Stibar, onze Tsjech, probeert weg te rijden van het groepje Nijs. En Welles die laat begaan, die kijkt even met een glimlach zelfs. Dat is een serieuze demarrage geweest. Hè? Nu... Ook een man die stilletjes in het komen is, zoals ik al gezegd heb. En ja, toch wel direct een kloofje van 20 meter. Maar ook heel slim gezien om daar als eerste nu in deze bocht kunnen op te draaien. En zeker geen voet aan grond te moeten zetten. Hè. Tactiek telt ook mee vandaag. Hè. Heel belangrijk. Hè. Ja, het is iemand die absoluut is wil winnen. Dit seizoen nog niet gewonnen. Zdeněk Stibar. Voilà, de rest staat bijna allemaal te voeten. Of moet toch afstappen om niet in de problemen te komen. Hè. Ja, we zien wel dat intussen... Na die valpartij alles weer bij elkaar gekomen is. Dus te zeggen, het groepje met Boom en Dieter van Toornhout heeft aansluiting gekregen. Geen probleem nu voor Stibar. Die rept zich nu naar die zandbak die eraan komt. Nijs die sprint naar dat wiel van Stibar. Aldi probeert mee te gaan. Ja, ze mogen ook niet te lang wachten. Hè. Zo we hebben dan in het verleden al gezien dat Stibar een heel cross kan vooruitrijden. Dat hij goede benen heeft. Dus... het is aan Nijs ook om te reageren voor de moment. Hè. Denk aan Kalmthout vorig seizoen. Voilà. En hij rijdt behoorlijk ver hoor, Stibar. Ja, en hij is een klein beetje problemen gemaakt. Ja, maar, iets te lang op de fiets willen blijven en daardoor met moeite van de fiets afgekomen. Hij wou echt dat spoor pakken van Stibar en hij ging een klein beetje in de fout. Weet je nog, vorig jaar hebben ze hier voor het eerst zand gelegd in Diegem. En, maar het was eigenlijk vrij... simpel neergegooid en het had dan ook gevroren. En ze vlogen over het zand alsof het niks was. Ze hebben geleerd, organisatoren hier, alles piekfijn in orde. Hoed af voor wat ze hier gedaan hebben. En mooie zandbak. Een van de weinige moeilijke punten hier op het parcours. Heeft natuurlijk ook te maken met de weersomstandigheden. Dat verandert eender welke omloop. Hier kunnen we het nog eens terug bekijken. Sven wil echt dat spoor houden, maakt dan een balansfout eigenlijk, een overhellingsfout en moet dan aan de verkeerde kant afstappen. En daarmee heeft Stibar een meter of 20 meer gekregen. En wat ik wel heel prachtig vind voor het moment is dat Altijs toch zijn verantwoordelijkheid een beetje pakt om toch gewoon gaan mee te rijden in de achtervolging op Stibar. Hè. De man die stilletjes ook in vorm aan het komen is. De laatste twee grote crossen gewonnen heeft en toch zijn eigen niet gaat wegsteken. En dat vind ik wel, wel knap dat hem dat ook wil doen. Ja, en hier op het echte Tsjechische omloop op dit ogenblik toch Stibar weg door het gangetje. Nu met een grote snelheid bergaf richting aankomstlijn opnieuw. Wanneer je hier in de laatste ronde met die voorsprong wegrijdt, dan ben je niet meer bij te houden. Maar voorlopig 5 à 6 seconden en Sven Nys die het niet wil laten gebeuren natuurlijk. Ja, het is doodtrekken dat hem doet, Stibar. Het is zeker niet een demarrage om een keer te testen hoe goed dat de tegenstand is. Ik denk dat dit echt een demarrage was om proberen al echt een kloof te slagen. En ja, Sven Nys is eigenlijk lichtelijk een beetje verplicht aan zijn eigen om toch die kloof niet te laten groeien. Hè. Heel belangrijk voor Sven. Hè. Ja. Hij heeft zelf gegeven, de punten zijn ook heel belangrijk natuurlijk. Hè. Ja. Zo meteen naar het einde van de eerste echte ronde. Van de tweede ronde. Met Stibar op de trappen. Waar bij de belofte de beslissing nog gevallen is. Hier ging Valsleben voorbij Huenders. En de Fransman Geoffroy. En we gaan onze chrono indrukken aan de aankomstlijn. Mooie voorsprong voor de Tsjech van Fidea hier. Komt hier nu voorbij de streep. Twee ronden afgelegd, nog 7 te gaan. We gaan er hier dus 9 in totaal rijden. En er is nog niks gezegd. Het worden 6 seconden op Nijs, Al, Van Toornhout, Van Toornhout, Pauwels, Szymonek, Welles, Bina en De Knecht.
Hier komt dan Dieter van Toorn uit. En dan valt er weer een klein kloofje. Erwin Vervecke met Lars Boom. Aan de streep nu ook Van Amerongen. Die goed mee blijft doen. Jan Verstraten ook nog in de top 12. Groenendaal komt aan de streep voorbij. Met Huilen, met Bemberde, met Van den Bos en Zlamalik. En nu ook Wieland van Gils. Van Gils die in Zolder voor het eerst eigenlijk een beetje een deftige cross gereden heeft. Dit seizoen misschien 20 crossen gereden. Amper 3 keer in de top 10 gereden. Dat is onder zijn niveau. Hij weet zelf ook niet goed wat er scheelt. Maar komt, lijkt net op tijd een beetje terug aan de oppervlakte te komen. We gaan intussen aan de aankomstlijn ook even kijken. Op dit ogenblik komt Bart Arnouts voorbij. Dat is heel moedig van hem, maar dat is hopeloos natuurlijk. Wie we al niet meer gezien hebben, en waarom zeg ik dat? Dat is Jampie Drucker, de kampioen van Luxemburg. Die is allicht bevroren. Die was dan hier aan het opwarmen met blote handen. Dus zonder handschoenen was hij hier aan het rondrijden. Maar hij is wel niet meer in de wedstrijd. Dat is onmogelijk ook, hè, met dit weer. Als je moet stellen, het heeft hier in een dag misschien 0 of 1 graad geweest. Maar nu met een donker te vallen, gaan we terug onder 0. En om dan zonder handschoenen te gaan rijden, ja. Dat is niet verstandig, denk ik. Kijk, Mark, met z'n vijven zijn ze boven gereden nu. Ja, als ze een klein beetje een opening gaan laten, dan gaat dat lukken. En vanaf dat de wedstrijd gaat vorderen, gaat dat misschien meer en meer lukken. Omdat de renners ook stilletjes vermoeid worden. En proberen allemaal gaan boven te rijden. Of toch de eerste 3, 4. En hopelijk gaat dat nog wel lukken, maar... Dan gaan we toch nog een heel deel moeten afstappen. Ze. Met grote passen gaat hij door het zand. Zdeněk Stibar. En zij moeten nog een bocht naar links nemen en komen dan aan de zandbak. Bina moet intussen de rol lossen. Ook Pauwels en Vervecke zijn eraf. Voorlopig. Hier nu Sven Heijs in het zand. Ja, doet dat goed hoor. Doet dat goed. Ja, als je het geluk hebt om een sporger te hebben dat... Dat diep ligt en dat je dan je balans een beetje kunt houden. Dan kun je natuurlijk een meter of 5 verder rijden, maar... We hebben dan ook gezien, achter Sven Nijs moesten ze dan al veel rapper afstappen. Omdat in tweede positie het toch moeilijker is. Ja, en hij komt daar nu aan de balkjes, Sven Nijs. Even kijken, gaat hij eens iets proberen? Nee, hij gaat afstappen. Sven Nijs dus in positie 2. Dan krijgen we Van Toornhout en Šimunek. En Šimuneks ploegleider, manager, staat bij Chris Manaerts in het veld. Inderdaad, dat is Christophe Roodhoofd. Kunnen ze nog bij Stibar geraken of ligt de wedstrijd nu al in zijn plooi? Ik denk niet dat de wedstrijd in zijn plooi ligt. Volgens mij is Stibar zichzelf een beetje aan het overdoen op het moment. Zijn voorsprong groeide te snel, in verhouding met het tempo dat er achteraan gereden wordt. Ik denk dat de koers nog altijd open is. Zou Niels hier toch niet iets kunnen doen hebben? Ja, natuurlijk. Niels zou je zeker iets kunnen doen hebben. Maar Niels is er niet bij. En Radomir Šimunek gaat het proberen te doen vandaag. Hij had in Zolder een slechte dag. En ik hoop dat hij vandaag een goede dag heeft. Oké, de twee Tsjechen tegen elkaar. We zien wel. Ja, niet alleen de twee Tsjechen tegen elkaar natuurlijk, want er zijn daar een aantal Vlamingen die toch ook nog hun rol gaan spelen. En in de eerste plaats deze kampioen van België, Sven Nys. Hij heeft hier in Diegem al een aantal keren gewonnen, dus een keer meer of minder, waarom niet? Zou je nog zelf weten hoeveel koersen hij in zijn leven al gewonnen heeft? Allicht niet. Alleszins al 46 superprestigewedstrijden, dat is gigantisch. En hetgeen dat Christophe ook zei, daar ben ik het halverwege wel mee eens. Hij zegt, de wedstrijd ligt nog niet in zijn plooi. De wedstrijd ligt nooit in zijn plooi, zolang dat ze niet gereden is. Maar als we de kloof gezien hebben, die nu tussen Stibar en Nijs ligt, die is groot. En we zullen nu een keer afwachten, want nu is Nijs wel het commando echt, of het tempo echt heel hoog aan het leggen om te proberen. Voor zijn eigen moral denk ik een klein beetje die seconde er wat af te halen. Als hij nu aan de aankomst komt en hij voelt dat hij een halve ronde aan het geven geweest heeft en hij hoort dat hij niks af is van die achterstand, ja, dan moet ik het nog eens even bekijken of dat hij nog gaat doortrekken. Ja, we gaan het zo meteen zien wanneer ze hier aan de streep voorbij komen. Nog 5 ronden te gaan voor Zdeněk Stibar. En de chrono loopt. Het was 22 seconden daarnet. Het zal niet veel minder zijn, denk ik. Het gaat misschien toch wel iets minder zijn, denk ik, maar... Je ziet ook wat er hier gebeurd is. Hè. Ze schieten nog met 5 man over, dus de rest is er afgereden. Dus het tempo ligt wel heel hoog nu, hè, van Sven ook. Ja, het doet ons wel veel plezier van Sven van Toornhout zo goed bezig te zien. 20 seconden, 2 secondjes zijn eraf. Maar van Toornhout die rijdt met de week beter en beter. Hè. 5e in Nome, 3e in Zolder.
toch altijd attent blijven. Nou, een klein slipperje daar beneden ook in de bocht. Ja, we hebben daar bij de belofte de renners gewoon rechtdoor zien rijden, de Hagen. Ja. Nu, de meeste proberen het hier met slicks allicht. Ja, dat was eigenlijk mijn grote vraag eigenlijk ook een beetje. Ik heb wat renners horen vertellen van ik weet niet goed wat ik ga doen met slicks, met toppetjes rijden. Ga ik 30, 32 rijden? Ik weet het niet goed. Ik denk dat het ook heel moeilijk is voor de renner zelf op het moment ook. Omdat het constant, het parcours verandert ook constant. Van licht naar donker, zoals we gezegd hebben. Maar ook van een temperatuur van 0 plus 1 naar min 1 naar min 2 stilletjes aan. Alles begint terug te bevriezen. Harde tuben, zachte tuben. Het is heel moeilijk, voor de renner zelf ook, denk ik. Chris? Ja, nieuws uit het veld hier aan het voetbalplein. Beneden Simonek Lekkeband, die moet uit wedstrijd stappen. Moet uit de wedstrijd stappen dan nog. Op een slecht ogenblik net voorbij de materiaalpost allicht. Ja, dat is de slechtste plek die je kunt bedenken, maar ja. Ja, hier is hij. Dit is dramatisch. Hè. Dit is dramatisch. Net voorbij de materiaalpost. Lek rijden in zo'n snelle cross. Ja, Radomir, het is erg. Het is erg. Vooral in een wedstrijd die jou op het lijf geschreven staat. En dan nog een andere Tsjech zien goed rijden. Ja, de tranen in de ogen voor Radomir Šimunek. En hij was echt goed bezig de laatste weken. Beter en beter. Maar het is over en out voor Radomir. Maar ach, er is niks verloren natuurlijk voor het seizoen. Nee, ik denk dat hij vooral het positieve hiervan moet onthouden dat hij heel goed aan het rijden was. Hè. Dus dat de conditie aan het komen is. En als hij dat, als hij straks in zijn bed kruipt en hij staat morgen vroeg op, gaat hij zijn eigen dam moeten optrekken. En dan is al heel veel leed terug weg. Hè. Ja, en ach. 400 te gaan nog. Zdeněk Štybar nog 4 keer deze zandbak. Is vrij vroeg afgestapt. Had een seconde of 23 bij het passeren van de aankomstlijn, maar ik heb het gevoel dat dat veel minder geworden is. Dat zijn geen 15 seconden meer. Thijs Al is aan het terugkomen met Sven Nys, met Klaas van Tornhout en Dieter van Toerenhout. Ja, het is hier nog niks gezegd hoor in Diegem. Nee, zoals we straks ook al gezegd hadden, de cross moet altijd eerst gereden worden. Hè. En ik weet niet of dat Štybar in de fout gegaan is, maar had wel gewisseld in de ronde direct na de aankomst. Ik weet ook niet waarom. Misschien de tube, misschien versnellingsapparaat vast. Omdat ik straks ook al renners hadden willen klagen van we hebben moeten antivries gebruiken om ons versnellingsapparaat te doen werken. Nu, ik weet dat dat een heel groot probleem is als je met vrieskou te maken hebt. En die daar niet op voorzien is, ja, die heeft tegenslag. En ze hebben hier zelfs antivries van de Zwitsers moeten gaan halen, heb ik al gehoord. Omdat die mannen er wel op voorzien zijn. Ja, die maken het elke week mee natuurlijk. En dat zou een reden kunnen geweest zijn, hè. Ja, in het veld, Chris Manaerts. Met het antwoord ook, een lekke band voor Štybar, dat was het. En ik sta ook bij Hans de Klerk. Daardoor zijn de Sunweb Pro Job wel heel dik, de renners heel dicht gekomen. Hè? Ja, het is een goede zaak. In ieder geval bij die 4 achtervolgers, waarbij Sven en Klaas zitten, geen man van Fidea zit, waardoor er misschien een verstandhouding kan ontstaan. En ik denk, als die verstandhouding er komt, dan is de koers zeker nog niet gereden. Belangrijk voor het klassement ook, Klaas van Tornhout. Ja, tuurlijk. Het is een strijd. Sven Nys zit er ook bij. Dus het is vrij tussen die 2 voor de eindstand in de Superstice. Dat zal misschien meespelen straks. Maar het is nu eerst de bedoeling om die Štybar terug te nemen. Want als we die Štybar niet terugnemen, kunnen we ook de etappe niet winnen. En met Sven van Tornhout hebben we toch iemand die misschien straks de 30 kan winnen. Hè? Is dat iets waar Klaas van Tornhout dan mee bezig is met die eindwinst? Oh, ik denk het misschien wel een klein beetje nu. Hij staat op 3 punten. Er mag echt niks mankeren in het verloop van de andere veldritten nog. Dus het kan wel meespelen. Het kan ook misschien in het voordeel zijn van Sven dat hij even de benen stil had om zo Sven de overwinning misschien te geven. En hij een punt terug te nemen op Sven Nys. Wie weet. Okay, we gaan kijken naar die wedstrijd die steeds spannender lijkt te worden. Het lijkt me alleszins heel mooi wat Sven Nys aan het doen is. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. Hij laat de anderen niet werken. Maar brengt zelf, probeert toch alleszins zelf deze 4 man terug te brengen tot bij Zdeněk Štybar. Kan ik het niet alleen? Ja, heb ik die anderen mee? Waarom dan niet? Het belangrijkste is vooraan te geraken. En dat is koers. Zo zien we Sven Nys heel graag koersen trouwens. Ja, het is ook zo. Je moet ook kunnen rijden natuurlijk. Hè, want we zitten met die 2 mannen van Sunweb. Maar zijn die wel goed genoeg om het tempo zo hoog te leggen om Štybar terug te gaan halen? Hè? Dat zou ook kunnen dat dat net niet hoog genoeg ligt.
En dat Sven Nys gevoeld heeft met Altijs van we moeten hier iets anders gaan doen en we moeten het zelf gaan doen. Ja, ze kijken nu wel terug naar elkaar. Ze waren zo dicht gekomen, maar nu moet Thijs al of die twee mannen van Sunweb ProJob. Ze moeten meewerken nu, ze kunnen Sven Nys het niet blijven laten doen. 18 seconden, ja, iets dichter gekomen, maar toch nog niet echt genoeg om te zeggen van we zijn aan het naderen. Weet je, op het moment dat ze het nu moeten doen, hè, ze hebben die met die lekke band zoals we niet gezien hadden, maar Chris wel gezegd heeft. Ze moeten het nu gaan doen. Hè. Er waren 4-5 seconden af. Nu naar elkaar gaan kijken, dat helpt niet. Hè. Ik dacht dat Sven van Toeren het een foutje maakte. Ja, hij redt ook de matrapels binnen. Misschien een defectje links of rechts. Ja, dat gaat ook heel snel, hè. Die fiets wisselen natuurlijk. Dan ja. Moet je als mechanieker een klein beetje bij de zaak blijven. Ook. Die fiets of die renner komt daar toch 10 per uur rapper aan als in een andere cross. Fiets afgooien gaat heel snel, maar de fiets aannemen gaat ook heel snel. En daar durven al eens haperingen gebeuren. Het zetje dat de mechanieker eigenlijk moet meegeven aan de fiets, dat niet rap genoeg gaat. En ja, je loopt de fiets eigenlijk voorbij, hè. En je vergeet hem gewoon mee te nemen. Ja. Chris Manaerts, jij staat daar in de weide. Ja, ik heb zo net gezien dat Sven van Toornhout heeft geluk gehad. Net voor de materiaalpost lekke band. En hij is net op tijd nog kunnen binnenrijden. In tegenstelling tot Simonek daarnet. Onze co-commentator is bij de pinken en had het dus al prima gezien. Goed, Mark? Ja, het is vooral ook... nu kunnen we even van dichtbij bekijken. Zeg. Nee, het was vooral Sven van Toornhout dat er een probleem. En ik denk dat het vooral ligt dat de renners toch met tubes gekozen hebben die iets zachter staan dan normaal gezien. Om het slippen tegen te gaan, maar dan ook het risico nemen natuurlijk, of het gevaar hebben. In dat park ligt het vol met steentjes. En een klein beetje doorgetikt misschien, of van die brug te komen. Doorgetikt en plat en ja, gelukkig net voor de materiaalpost. En zag je daar ook de mechanicien van Sven van Toornhout? Hij had een lichtje op de, ja, op de muts. Ja, die moeten ook aan alles denken natuurlijk. Hè. Wij hebben ook licht moeten voorzien hier en een paar kaarsjes. En ja. Die mannen moeten ook licht voorzien natuurlijk. U zou ons hier moeten zitten met onze bureaulamp en kaarsjes in onze commentaarcabine. Anders kunnen we onze eigen paparazzen ook niet lezen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het scherm waar we naar kijken. En we zien daar nog 3 achtervolgers. Al, Nys en Van Toornhout. Want Sven van Toornhout zijn we kwijt voorlopig. Ja, Van Toornhout geeft zich nog niet echt gewonnen. Stibar komt nu aan de streep voorbij. Laatste ronde gaat in. Ze zien hem nog niet rijden. Het gaat heel moeilijk worden. Maar Sven Nys die ziet dat hij wel kan wegrijden van Thijs Al. En Klaas Van Toornhout is hij voorlopig kwijt. Wanneer Sven Nys hier nog een snelle laatste ronde uit de benen kan schudden, dan kan hij hier een heel goede zaak doen voor eigen publiek. Zijn voorsprong in de Superprestige nog wat vergroten. Belangrijkste concurrent is Klaas Van Toornhout. Die volgt op 3 punten. En steeds meer renners worden daar gedubbeld. Stibar die ziet ze daar rijden, gaat nu weer langs het voetbalveld. Ideaal punt om de concurrentie te monsteren. En Bart Welles die heeft Sven van Toornhout te pakken. Bart Welles is aan het terugkomen. Kevin Pauwels komt hier door als 7e moet dat zijn aan de streep. Ik blijf hier even aan aankomstlijn ook volgen voor de supporters van de andere renners. Maar voorlopig nog niemand anders te zien. 7 renners al terug bij Sven Nys gekomen. Kom meewerken zegt hij, we zijn die West-Vlaming kwijt. Opvallend overigens, veldrijden, zo'n campensport de laatste jaren. Maar wanneer je naar de jeugdcategorieën kijkt en de resultaten, meer en meer West-Vlaanderen dat naar boven komt. Hè. En ook een kentering uit het buitenland. Er komen wel wat Nederlanders bij, ook bij de jeugd. Algemeen een paar Duitsers. Het is stilletjes een keren terug. Hè. En hopelijk kunnen ze het doorzetten. Ja. Aan de streep voorbijgekomen Gerben de Knecht in 8e positie. Samen met Martin Bina en met Erwin Vervecke. Vervecken aan een van zijn laatste wedstrijden bezig voor Fidea. Gaat nog Middelkerk rijden, zeker in Loenhout. En dan gaat hij overstappen naar Revor. Voor hem het moeilijkste probleem zal zijn aanpassen aan een nieuw schakelsysteem. Want Fidea rijdt met het SRAM-systeem. En hij zal bij Revor met Shimano moeten rijden. En dat zal de grootste aanpassing zijn. Voor de rest valt voor een renner met zoveel ervaring allemaal weinig uitmaken. Laatste keer de Kosterstraat naar boven voor Zdeněk Stibar. En er zit nog power achter, hè? Wordt gedragen ook natuurlijk door de aanmoedigingen van het publiek. Ja, en laat ook zien dat hij de laatste weken echt terug in het beteren is. Hè. Zoals Danny de Bie ook zegt, de man die stilletjes aan in vorm komen is terug.
Hij heeft dat bewezen de laatste wedstrijden, maar vooral vandaag ook. En in de laatste ronde toch blijven gaan en die power echt laten tonen. En dan Sven Nys nog eens met een explosie. Maar ik denk dat dat eerder is om de punten en het podium. En aan de streep heb ik Ben Berthe zien voorbij komen. Die gaat hier in de superprestige punten rijden en doet veel beter dan renners als een Groenendaal, een Dieter van Toerenhout of een Franzooi. Berthe gisteren derde overigens in Torhout. Hopelijk geen foutje maken nu. Want Sven Nys had een redelijke bloktekoers. Ja, het kostte krachten, ja, maar hij raakt vlot boven hoor. Want ze zijn hier al. Ze zijn er allemaal, ze gaan te laat komen in theorie. Je weet maar nooit natuurlijk. Eén keer pech hebben en het is afgelopen. Laatste krachtinspanning ook voor Sven Nys. Thijs Al, nu is het reppen even in het bos. Maar dan terug die zandbak die cruciaal kan zijn. De balkjes en dan hollen bergaf richting aankomstlijn. Het gaat hier om de podiumplaatsen op dit ogenblik. De beste papieren voor Zdeněk Stibar. Ja, het is om de limiet crossen ook nu. Hè. En hopelijk maakt Stibar nu geen fout, want dat zou voor hem heel spijtig zijn als je heel de cross gedomineerd hebt. En dan een stom foutje maken in die zandbak hier. Heel rap afgestapt. Hè. Ik denk het zeker voor het onzeker genomen. Ja. Kijk eens, die man in zijn wiel. Dat is die kampioen van Ierland trouwens. Dat is Robin Seymour. Je ziet het niveauverschil tussen de kampioen van Ierland en die van Tsjechië. Een valpartij van Sven Nys. En even al opgehouden op een rare plaats dan nog. Het is snel gebeurd soms. En dat is een goede zaak voor Stibar natuurlijk. En nu moet Sven Nys heel die zandstrook lopen. Dat kan hem misschien zelfs een tweede plaats kosten. Wanneer Thijs Al daar een beetje van kan profiteren. Maar Van Toornhout is ook teruggekomen. Hè. Van Toornhout teruggekomen tot in het wiel van Sven Nys. En ketting eraf. Ja, technisch probleempje. En de materiaalpost is wel niet veraf. Dus dat kan nog meevallen. Er is ook niks dramatisch stuk, lijkt me. Maar hij verliest hier wel seconden tijd. En misschien wel een podiumplaats. Hè. Ja, hij gaat vierde zijn nu. Ja, dus... Want waar is Klaas van Toornhout? Klaas is zeker gepasseerd ook. En nu heeft hem nog geluk dat hij die ketting er met zijn hand heel snel heeft kunnen opleggen. Want als dat niet lukt, gaat hij moeten stoppen. Afstappen terug, ketting erop leggen en misschien... ik heb nu niet gezien. Ja, Sevala en Slipperken ook, hè, van voor eigenlijk weggegaan. Veubel onderuit. Thijs ook een beetje in de problemen. En daardoor gaat Klaas natuurlijk kunnen profiteren en op het podium komen. Hè. Ja. Hier is Klaas van Toornhout. Die kijkt om. Die ziet waar is Thijs Al, waar is Sven Nys. Van Toornhout die gaat hier nog die tweede plaats pakken. En zo, wanneer Thijs Al nu nog Nys kan vooraf gaan, dan kan hij tot op één punt komen van Sven Nys in het klassement van de superprestige. Hier is nog niks gezegd. Hè? Hier is nog niks gezegd voor dit seizoen. We hebben nog twee wedstrijden te gaan na deze. Dat is die van Hoogstraten en die van Vorselaar. Twee wedstrijden in februari. En Van Toornhout die ruikt zijn kans. Hij voelt dat hij hier iets magistraals kan doen. Dat hij hier punten kan terugpakken. Hij heeft al een goede zaak gedaan in Gieten door daar te winnen. Het maximum van de punten te nemen, 15. Sven Nys is zich aan het reppen hoor. Die wil nog voorbij Thijs Al geraken. Stibar die is buitenschot. Maar en deze man die is ook buitenschot voor die tweede plaats. Maar Nys die gaat er nog alles aan doen om Thijs Al te proberen remonteren. Het kan hem één punt schelen, maar in de eindafrekening oh zo belangrijk op het einde van het jaar. Ja, het is straf die cross eigenlijk. Je kunt eigenlijk niet zo veranderen meer zeggen. Hè. Dus we waren dan zeker dat Sven en Thijs voor 2 en 3 gingen. Stom foutje dan door de Superman eigenlijk. En Klaas gaat met de tweede plek lopen. Ja, en ik heb het gevoel dat Thijs Al niet zomaar die derde plaats ging afgeven. Natuurlijk niet. Laatste keer de trappen voor Stibar. Thijs denkt al aan zijn sponsor natuurlijk. Daar op het podium, weer op publiciteit. Ja, ook de laatste keer dat hij zijn sponsor kan plezieren. Want hij gaat naar die ploeg van Richard Groenendaal. Waar hij die gemengde piste en wegploeg. Maar hier overwinning. Eerste van het seizoen. Maar wat voor een allereerste superprestige overwinning voor Zdeněk Stibar uit Tsjechië. Twee keer was hij al wereldkampioen. Hij kust zijn fiets. Zijn fiets heeft hem diensten verleend. En Nys is nog over Al gegaan. Nys is Al is boos en Nys is derde. En Van Toornhout tweede. En Thijs Al zeer ontgoocheld met die vierde plaats. Heeft misschien nog ergens een foutje gemaakt in die laatste bocht. We weten het niet. En de vijfde plaats terugkomen uit de achtergrond. Bart Welles is nog over Sven van Toornhout gegaan. Die zesde wordt. Dat is goed voor Bart Welles, want die stond derde in de tussenstand voor de superprestige.
Hier komt dan Kevin Pauwels. We hadden hem iets dichter verwacht. Zevende plaats, knap alleszins. Want wat een seizoen heeft de jongeman uit Kalmthout al gereden dit seizoen. Kevin Pauwels, zevende. Hier is dan Gerben de Knecht, die wordt achtste. Erwin Vervek wordt negende en Bina zal tiende worden. Daar is Martin Bina, tweede Tsjech in de uitslag. Dankzij het uitvallen misschien wel van Radomir Šimunek. Daar dan elfde gaat worden, inderdaad. Heulen elfde, Verstraten twaalfde. Dat is toch ook knap? Ja. Verstraten die hier ooit in Diegem zijn beste uitslag reed. Hier dan Thijs van Amerongen, eindwinnaar van de Superprestige bij de beloften vorig jaar. Dertiende. De wereldkampioen. Ja, veertiende. We hadden beter verwacht. Maar we zien hem nog veel terug dit seizoen. Dat is dat staat vast. Ja? Ja, ik heb nooit gereden. Ik was altijd gewoon. Ja, je moet internationaal zijn, hè? Ja. En een superprestigepunt. Het zou me niet verbazen mocht Ben Berde zijn zin gezet hebben op de titel elite zonder contract kampioen van België. Komijnen vloert daar nog Frans Hooy voor de 16e plaats. Dan komt daar Peters en Van Toeren uit. Ja, wij klappen altijd over dat Belgisch kampioenschap elite, maar die elite zonder contract, die hebben ook een heel zwaar... Of die hebben heel veel concurrentie ook onder elkaar, hè. Hier Tom van den Bos, 21ste. Groenendaal, 22ste. Stijn Huis, knap, 23ste. En hier dan de Amerikaan, Troy Wells. Nog kampioen geweest bij de beloften. Broer van Todd Wells, profkampioen geweest. Een jaar of twee, drie geleden. Ja, nog een ex-kampioen van België. Wesley van der Linden. Moet helaas uitkijken naar een andere sponsor. Die is niet meer welkom bij Sunweb ProJob. Maar wanneer hij de moed niet laat zakken, dan komt hij er nog wel, Wesley van der Linden. Zo'n groot talent. Het zou zonde zijn mocht dat verloren gaan. Ja, het is ook een zware last als je zijn rugnummer ziet. 13. Daar moet je mee rondrijden, dat moet je kunnen. Hè. Ja, hier is de kampioen van België, regerend kampioen Jan Soetes, met het lichtje op het hoofd. Vorig jaar zagen we Freddy de Meester daarmee rondrijden. Nu hebben een aantal andere renners zijn rol overgenomen. Freddy de Meester was niet welkom hier. Heer Jonathan Page, ja. Heeft zijn rol vervuld. Wieland van Gils, alweer slechte uitslag. Hier is Page. Ik gok dat we zo stilaan aan de 27e plaats zijn. Als ik het nog een beetje bijgehouden heb, kan er wel één of twee naast zijn. Ah, Drucker toch nog uitgereden. Blote handen, alsjeblieft. Blote handen. En nog korte mouwen van gemaakt ook. Man toch, wat doe je? Ja, dat is Boucher, de Fransman. Stibar, hoeveel deugd doet dat, die eerste overwinning van het seizoen? Dat is heel hard voor mij. Maar ik heb dat geprobeerd in de tweede ronde. En ik moet heel rap rijden. Maar ik had nog een platte tube. En dan heb ik gelost waarschijnlijk zo 10 seconden. En dan moet ik nog een ronde full à blok rijden voor de andere 10 seconden nemen. Schrok je ervan dat je zo snel die voorsprong bij elkaar kon fietsen? Ja, yeah, now I will try it in English. It's an hour too difficult for me. But yeah, it was, you know, I was expecting that somebody behind is going to ride with me or that just they don't let me ride so easy away. But I get very fast the gap and then I was just trying to hold it. But it was really hard for to just hold it. But because here was not anywhere place where to look where the group is. So I was just keep riding and don't looking so much behind. And now I'm very happy that finally I win a race. Hoe was het om 's nachts te rijden in het donker? Je had er geen last van, blijkbaar. Now when I was riding alone, I could see everything really good. I had not any problem. I think that maybe in the group it had to be a bit more difficult, but for me it was not any problem. Oké, bedankt. Is de next tipper nog? Ja, ik weet het niet. Het was heel de ronde eigenlijk wel veel losse steentjes en. Mijn voorwiel schoof weg, denk ik, en ik kon het niet meer houden. En Thijs die reed over mijn fiets en ja, we verloren eigenlijk onze voorsprong. En
Mijn ketting lag er na de zandbak ook nog af, dus ik verloor eigenlijk de aansluiting met die twee. Maar ik moest gewoon mijn klassement verdedigen. En ik was aan het proberen om twee puntjes meer te pakken dan Klaas. En daar was ik in ontslagen. En goed, ja, nu verlies ik er eentje. Dat is niet goed. Dat is geen goede zaak. Maar ja, ik heb de laatste ronde niet recht gebleven. En dan gebeurt zoiets. Ben je voorbij Thijs al geraakt? Ja, dat was een redelijk straf nog. Ik denk dat ik gewoon iets sneller terug op mijn fiets zat. En dat had ik ook nodig. Ik wilde gewoon nog op het podium staan. Ik wilde zo weinig mogelijk punten verliezen. En als je voor zo'n klassement strijdt en je weet dat je kortste belager voor je rijdt, dan moet je gewoon zo snel mogelijk zorgen dat je zoveel mogelijk punten pakt. En dat heb ik nog kunnen doen. Ik denk soms dat jullie daar niet echt zo erg mee bezig zijn, maar dat leeft blijkbaar toch, hè, dat klassement? Ik ben momenteel met niks anders bezig. Ik wil heel graag terug het klassement winnen. En dan moet je gewoon berekend koersen. En op het moment dat Stibar gaat, heb ik één ronde geprobeerd om het tempo erin te houden. En dan heb ik even gewacht en geprobeerd van te zien wie er eigenlijk in staat was om mee te doen. En ze hebben gewoon een ronde gewacht om mee in gang te schieten. Dat was voor met z'n vier. En toen hebben we wel goed rondgedraaid. Maar Stibar heeft vandaag verdiend gewonnen, want we kwamen wel een beetje korter, maar niet genoeg om de wedstrijd te winnen. Zorgt die strijd om klassementen voor een ander soort wedstrijd? Ja, bij mij in ieder geval wel. Ik kan hier niet zomaar onbezonnen proberen een bom te gooien en dan misschien volledig stil te vallen. Ik moet gewoon een bom gooien op het moment dat ik weet dat ik het kan houden. En ik heb de laatste ronde echt doorgetrokken en Klaas die brak. Dus dat was voor mij een gouden zaak. Goed, ja, ik ga nu tegen de grond, dat hoort bij de koers. En ik kan nog één plaats redden doordat ik in de laatste trap nog Thijs kan voorbijsteken. Maar het had niets te maken met het licht, die val? Oh nee, absoluut niet. Ik denk dat het parcours hier goed belicht was. En dat we vandaag gewoon een eerlijke koers hebben gezien. Oké, bedankt. Sven Nys, die heeft tweede plaats gepakt en toch een goede zaak daar in de klassementen. Inderdaad, ik kwam hier met een klein hartje. Ik zal er niet veel over zeggen, want de mensen geloven me toch niet meer. Ik weet het zelf, ik ken mezelf. Ik zal er niet verder over uitwijken. Het was gewoon afzien, gelijk de beesten vandaag. Ik was echt totaal kapot tot op de finish. Ik reed voor de vierde plaats. Ik moest lossen van Thijs Al en Sven Nys. Iedere keer dat ze doortrokken eigenlijk. Ik stelde mijn vierde plaats veilig, maar blijkbaar maakte ze een foutje vooraan. Thijs Al en Sven lagen plots op de grond. Ik profiteerde ervan natuurlijk, maar het was echt nog rijden tot op de finish. Ze kwam terug heel rap dichter. Ik had nog niet echt veel power in mijn benen, maar die tweede plaats kwam totaal uit de lucht gevallen. Je bent daar echt wel mee bezig, lijkt me, dat klassement in de superprestige. Mee bezig. Als ik was gelijk in Zolder, ging dat hier rampzalig geweest zijn. Ik heb twee nachten gehad om te herstellen en dat heeft me deugd gedaan. Ik was nog niet 100%, maar ik kon toch afzien en ik kon terug vechten voor mijn plaats. Ik kon vechten in het wiel, bijten in het wiel tot op de finish. Ik heb gereden totdat ik bijna er letterlijk figuurlijk bij viel. Heb je het gevoel dat niet iedereen je gelooft misschien dat je ziek bent? Ik word rap ziek, ik weet van mezelf. Ik heb een buikgriepje gehad. Ik heb, de mensen die de wedstrijd in Zolder gezien hebben, zullen wel weten dat ik ziek was. Dus dat is niet aan de buitenwereld voor me te bewijzen. Ik weet, ik ben Klaas en ik weet van mezelf wat ik meegemaakt heb. Wat dat anderen denken interesseert me weinig. Maar kijk, het is terug fantastisch. Ik kan nu verder, rustig verder werken naar het Belgisch kampioenschap. Het kan alleen maar terug beteren. Hier in het donker rijden, hoe viel dat mee? Ja, als ik eerlijk moet zijn, het is en blijft gevaarlijk. Het is sowieso al gevaarlijk. Het is een gevaarlijke omloop, zeker met die ijzel. De bochten lagen er heel gevaarlijk bij. Iedereen maakte foutjes. Er zijn veel valpartijen geweest. Ik heb voorzichtig geweest. Geen enkel fout gemaakt. En ja, dat is natuurlijk ook van groot belang hier. Waren die valpartijen er niet geweest bij het daglicht, denk je? Nee, dat durf ik niet zeggen, want het was gewoon met de keitjes en de ijzelvorming die het glad maakte. En het was echt gevaarlijk in de bochten. Het was echt heel voorzichtig in de bochten, door de bochten heen gaan en zien dat je niet viel. Dat heb je niet gedaan, daardoor heb je de tweede plaats. Proficiat, Klaas van Tornhout. Zdeněk Stibar heeft hier gewonnen vandaag. Stibar dus de tweevoudige wereldkampioen. En ik herhaal het, 23 jaar. We gaan nog van hem horen. Ze gaan bij Fidea nog plezier van hem hebben. Klaas van Tornhout, tweede in de tussenstand. Was tweede vandaag. Sven Nys in extremis derde. Vallen even in extremis op die laatste trappen. Dus gevloerd door Sven Nys. Bart Welles, onzichtbare race. Maar knap teruggekomen naar de vijfde plaats.
voor Sven van Toerenhout. Lek gereden op een ongelukkig ogenblik. Kevin Pauwels, de een van de helden van Zolder, was zevende. Gerben de Knecht, oud-winnaar hier 2005, achtste. Vervekken, tweevoudig winnaar hier, negende. En de tweede Tsjech, Martin Bina, heeft hier de tiende plaats behaald in de uitslag. Elfde was, dacht ik, Heule, inderdaad. Verstraten was dan twaalfde voor Van Amerongen, die zijn beste uitslag rijdt. Niet slecht eigenlijk, eerstejaars elite, hè. Dertiende plaats. Boom, veertiende. En Ben Berde, heel knap ook, vijftiende. Verder Komijnen, zijn ploegmaat Franzooi, die komt langzaamaan wel terug. Peters 18e dan van Toerenhout en Zlamalik. Dat is de top 20. We zijn hier met 9. Van Nijs blijft leider, maar Klaas van Toerenhout komt weer één puntje dichterbij. Nog twee punten bedraagt de kloof of het kloofje. En met nog twee wedstrijden te gaan. Bart Welles blijft op de derde plaats, maar heeft intussen toch al wel 11 punten achterstand op Sven Nys. Kevin Pauwels blijft vierde. Erwin Vervecke verliest een plaatsje, gaat van 5 naar 6, want Thijs Al is aan het oprukken. Stibar is ook aan het oprukken, gaat naar de zevende plaats. Die stond 14e, dat is dus niet slecht. Rob Peters, die valt terug. 10 is bijvoorbeeld Niels Albert. Die gaat nog wel punten terugpakken, want die rijdt zeker mee in Hoogstraten en Voorslag.